Welkom bij een nieuwe aflevering van Empowering Voices. Het programma waarbij ik op zoek ga naar mensen met een bijzonder verhaal. We hebben allemaal een verhaal en ieder verhaal is uniek. We hebben ook allemaal een stem. En die stem kunnen we gebruiken om anderen te inspireren, te motiveren en te voeden. En daarom heb ik vandaag de gast Mickey Brown. Een lifestyle mentor die op zoek is gegaan naar haar eigen authenticiteit. Want daar gaan we het vandaag over hebben. Wat is authenticiteit en hoe vind je dat? Hoe ga je ermee om? Welkom, Mickey. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Vertel, wie ben je en wat doe je? Wie ben ik? Nou, Mickey Brown. Ik ben 44. Ik ben getrouwd met Frits en we hebben samen twee hele leuke kinderen, mag ik wel zeggen. Lex, die wordt 2 december 21 alweer. En Indy, die is 17. Dus die heeft ook de handen vol met van alles en nog wat. Dus, superleuk, superleuk. Ja. Mickey, wij gaan het vandaag hebben over authenticiteit, want dat is voor jou ontzettend belangrijk. Dat heb je aangegeven. Waar komt die belangstelling voor authenticiteit vandaan? Ik denk dat het heel belangrijk is om echt te zijn wie je bent, jezelf te zijn. En je niet anders voor te doen omdat het door anderen van je verwacht wordt. En ik denk ook dat als je echt jezelf bent, en dat is natuurlijk best wel een zoektocht, want waar is leven anders voor? dat je dan ook je grootste geluk gaat vinden en ook hetgene waarvoor je hier op deze aarde terecht bent gekomen vindt. Heb je passie. Jouw geluk gevonden? Ik ben behoorlijk goed op weg, mag ik wel zeggen. Oké, okay. Maar het is niet altijd zo geweest natuurlijk. Nee. Kunnen we even teruggaan naar jouw kinderjaren? Want je hebt als kind een ernstig ongeluk gehad. Wil je ons daar iets over vertellen? Ja, toen ik 18 maanden oud was, toen wilde ik de onderkant van een vrachtwagen bekijken. Nou, ik ben onder een vrachtwagen terechtgekomen bij mijn ouders voor in de straat. En daardoor loop ik al inmiddels 42 jaar met een onderbeenprothese. Je werd heel snel geneigd om te zeggen, ik mis een onderbeen, maar ik mis hem helemaal niet, want ik kan me niet herinneren dat ik hem gehad heb. Er zijn nog een paar waardevolle foto's waar ik met twee benen op sta, dat ik baby dan ben. Maar verder is dit wie ik ben. Hoe gebeurt zoiets? Want je was er wel zelf bij, maar je kunt het je natuurlijk niet herinneren. Maar hebben je ouders je verteld hoe dat kwam? Dat je als zo'n klein kind onder een vrachtwagen terecht komt? Ja. Nou, het was natuurlijk in 1974, dus we gaan even terug in de tijd. Zo. En toen was er natuurlijk qua verkeer helemaal nog niet het verkeer wat er nu is. En zeker niet in de straat waar wij woonden. En waar ik trouwens inmiddels weer woon, alleen dan 5 huizen verderop. En mijn moeder was achter de buggy aan het pakken, want we zouden een boodschapje gaan doen of iets dergelijks. En ik was voor buiten met mijn broer. Nou ja, ik kon natuurlijk wel lopen, maar na een aantal maanden. En iemand aan de overkant die zei, mijn gedag. En dan komt wel meteen naar voren dat ik toch wel een avontuurlijk type ben en ook wel sociaal. Dus ik dacht van nou, gezellig, ga even naar de overkant. Ach. En net op dat moment kwam er een vrachtwagen aan en die heeft mij natuurlijk nooit kunnen zien. Want ja, als je hoog in een cabine zit en zo'n klein poppetje, dan ik moet zeggen, ik heb wel eens aan die man teruggedacht. Ik dacht van, goh, wat zou er met hem geworden zijn? Want ik kan me toch voorstellen dat het ook voor zijn leven wel behoorlijke impact heeft gehad. Zeker. En inderdaad, van die periode, 2 jaar, daar kan ik me natuurlijk, ik weet wel een paar dingetjes nog. Maar er was in het ziekenhuis zo'n vieze zwarte pil in je appelmoes. Je meteen zo'n zwarte vlek kreeg in je appelmoes. En nadat ik met de kok mee op de kar ging om eten rond te brengen. Want ik ben best wel lange tijd in het ziekenhuis toch wel gewoond. Dus mijn leven is wel op hele jonge leeftijd, heeft het een bepaalde wending gekregen. Die niet gelukkig, maar bij weinigen zo voorkomt. Ja. En dat vormt je deels wel in zoverre dat, dat het meer eigenlijk de buitenwereld is die dat doet in de maatschappij. Kun je daar een voorbeeld van geven? Als ik dan eventjes in de jonge jeugd jaren blijf. Je gaat natuurlijk naar de kleuterschool. Ik had een hele goede, lieve vriendin. En als we dan op schoolreisje gingen, iedereen was al lang al op de plek waar we wezen moesten. Alleen ik moest er nog achteraan komen. En dat vond ik wel altijd heel top van haar, want zij was al degene die bij mij bleef. Je kwam later omdat je moeite had met lopen. Ja, ik was niet zo snel als de rest natuurlijk. Ik deelde dingen en ik kon verder goed lopen. En als het goed is, zie je aan mijn lopen ook niet
dat ik met een onderbeen loop. Dus voordat je net kan lopen, ongeluk krijgt en daarna weer opnieuw gaat lopen. Nou, er zijn altijd heel veel mensen heel jaloers op mij geweest hoe mooi ik lopen kan met een prothese. Alleen ja, de supersnelheid zat er natuurlijk niet in. Nee. Dus je hebt toch wel wat beperkingen. En als je dan zo'n hele hechte vriendschap hebt waar je van dik en dun van alles meemaakt. En iemand zo rekening houdt, die neemt je gewoon puur zoals je bent en met alle gemakken en ongemakken die erbij horen. Ja, dan is dat wel heel, heel waardevol. En op een gegeven moment dat is dan nu groep 3, vroeger was dat klas 1. Nou, waren de andere meiden die eigenlijk wel heel graag met haar vriendin wilden zijn. Hmm. En het is ze gelukt, ik bleef met niemand achter en zij gingen vrolijk met elkaar verder. En dan heb je dus minder last eigenlijk van het feit dat je met een prothese loopt. Maar dat stukje... Het feit dat je dan je vriendinnetje kwijt bent. Ja, en ook, natuurlijk... Ik zeg altijd, ik ben geen kuddedier. Nou, dat ben ik ook eigenlijk niet in zoverre. Het is maar net wat je kudde is. Ja, want we willen wel allemaal ergens bij horen. Ja, dat is gewoon menselijk, hè? Ja, ik denk wel dat als je dus echt authentiek bent en jezelf bent... jezelf durft te zijn, dat je ook de mensen aantrekt... die bij jou kunnen horen. Zeker. En niet om maar ergens bij te willen horen... je best daar te doen, want het werkt toch niet. Nee, en dat is dus wel een periode waar ik dus zelf... dus natuurlijk vrij jong leeftijd, 6, 7 jaar... toch wel verder bij mezelf vandaan ben gegaan. Terwijl dat meisje van nog geen 2 jaar... wat onder de vrachtwagen gekomen is, was wel bij zichzelf. Alleen het was even een beetje ongemakkelijk moment... om naar net even dan naar de overkant te gaan. Maar je bent jezelf dus rond die leeftijd... 6, 7 jaar zeg je, of 7, 8 jaar... ben je jezelf... kwijtgeraakt. Hoe weet je als kind van 8 jaar dat je jezelf kwijtraakt? Want je bent daar eigenlijk helemaal niet bewust mee bezig, zeg maar. Op die leeftijd. Nee, niet bewust, maar je weet wel dat je hoort er niet bij. Degene waar ik dan wel bij zou kunnen horen, daar voel ik me dan maar niet echt tot. Ik denk van, nou, daar hoor ik bij. Dus ja, dan ben je heel snel een buitenbeentje. En ik was toen, maar toen was ik vrij fors. En ik ben heel veel gepest vanaf mijn 7e jaar op school. En dat was niet omdat ik hem met een prothese liep, maar dat was om het feit dat ik stevig en dik was. Mm. En dat doet natuurlijk ook heel veel met je. Ja, zeker. En natuurlijk ook een stukje onzekerheid wat dat met zich meebrengt. En als we dan weer zoveel jaar later gaan en je bezig bent met uiterlijke verzorging, heb ik zelf echt wel ervaren wat dat met jezelf kan doen. En hoe je op een hele andere manier naar jezelf in de spiegel kijkt. Ja. En ja. Dus daarmee je zelfvertrouwen weer begint te groeien. Precies. Wanneer heb je jezelf teruggevonden? Nou, het is eigenlijk al begonnen derde klas middelbare school. Ik moest naar een andere school toe. En de week nog dat mijn moeder zei... Ja, zegt ze, en daar heb je maar de grootste mond die je hebben kan. En dan kom je thuis bij mij maar uithuilen. Oké, man. Nou, dus dat gedaan. Vooral lekker bij de hand en mond tegen de leraar. Dat werkt ontzettend goed, want ze lag meteen helemaal lekker in de groep. Maar dat bedoelde je moeder waarschijnlijk niet, hè? Nou, maar het had wel gewerkt. Dus ze was wel blij dat ik 2 jaar later met een diploma van die school afging. Dus dat het tijd was voor de volgende fase. Maar op die manier vind je voor jezelf dus een manier om dat stukje te tackelen. Ja. En dan kan je dus meer jezelf zijn in woorden. Nou, dat heeft zich verder zo doorontwikkeld. Dus het heeft jou wel geholpen dat je moeder zei van, daar moet je een grote mond hebben. Ja. Want bij mij heeft het niet gewerkt. Nee, voor mij heeft het wel gewerkt toen. Maar dat was, nu ben ik, ik praat als een waterval, maar... toen in die periode, zeker de eerste en de tweede nog van de middelbare school, was ik heel verlegen. Ja, ik ben helemaal niet verlegen, dat past helemaal niet bij me. Maar door de dingen die je meemaakt, kan dat dus wel het, Heb je het idee dat, wat je hebt meegemaakt, want je vertelde net... in het werk wat je nu doet, dat je dan merkt hoe... Hè, dat je vanaf een andere kant ook naar jezelf kan kijken... als je bezig bent met uiterlijke verzorging. Heb je daar bewust voor gekozen? Omdat je de ervaring hebt, dat je weet hoe het is om gepest te zijn... en dat je uiterlijk zo belangrijk is voor anderen... dat je dacht, nu moet ik er iets mee gaan doen? Nee, eigenlijk ben ik vanaf mijn 16e gaan werken in de graafsindustrie. Daar heb ik ook mijn diploma's gehaald. Het was best wel in een slechte tijd. En ik ben in de werkende maatschappij wel heel erg leuk op afgerekend dat ik gehandicapt ben. Want dat hebben ze daar wel heel duidelijk gemaakt. Mm. En dan ben je een tijdje werkloos. En dan ben je toch ook echt wel het laagste en het laagste van de mensen, van de groepen mensen. Dus kwam ook moeilijk aan het werk. Uiteindelijk wel weer gelukt. En toen zat ik zelf op een cosmetica avondje.
En lekker aan het tutten. En toen dacht ik van, oh, dat is wel heel erg leuk. Ik ben heel creatief. En dan kan je natuurlijk ook weer je creatief in kwijt. Ik hou van mensen. Nou, dat is natuurlijk ook een heel sociaal gebeuren. Dus dat ben ik toen inderdaad cosmetica adviseuze ben ik erbij gaan doen. Toen, nou ja, de baan dat was voorbij, dat hield op. En toen ben ik daarin verder gegaan. En daar komt dus mijn expertise van 25 jaar als cosmetica adviseuze met oog op gezichtsverzorging, lichaamsverzorging, make-up, geuren. Ja. Voor hem, voor haar. Ja. Komt dat vandaan? Als jij praat, want wij hebben het wel eens erover gehad, en dan zeg je, bij mij krijg je een Mickey Brown experience. Waarom heet het een experience? Waarom heet het een experience? Omdat ik je eigenlijk mee aan de hand neem om te kijken van wat heb jij nodig om nog dichter bij jezelf te komen. Om iedere dag de best mogelijke versie van jezelf neer te zetten. Om jezelf persoonlijk te blijven ontwikkelen. Waar loop je tegenaan? Welke uitdagingen heb je? En ik hou van oplossingen zoeken. Dus ja, als je bij mij binnenkomt, dan begin ik inderdaad eerst met je te leren kennen. En ja, dan mij ook. Want je bent natuurlijk op zo'n persoonlijk vlak bezig. Je moet wel samen die goede energie en die goede klik hebben. En dan vraag ik je ongeveer het hemd van het lijf, want ik wil heel veel van je weten. Maar dat is ook om daarna gewoon met elkaar te kijken. Van, goh, weet je, hoe kan het gewoon zo passend bij jou zijn? Want we zijn allemaal een individu. En er zijn natuurlijk wel richtlijnen en ideeën. En zeker met hetgene wat ik natuurlijk geleerd heb, weet ik echt wel om de dingen te doen. Maar het gaat er vooral ook om, wat wil jij? Precies, en dan kom je toch weer op het stukje authenticiteit terug. Wat dus het wordt jij? Een experience. Wie ben jij? Dus het wordt een experience, een Mickey Brown experience. Ja. Als jij ons een advies of een tip zou mogen meegeven, iets waarvan je zegt van, zo kun je het beste jouw authenticiteit naar boven halen of naar buiten brengen. Wat zou dat zijn? Hoe heb jij dat gedaan, moet ik vragen? Nou, laat ik wel allereerst beginnen met zorg goed voor jezelf. Hou van jezelf. Zeker bij vrouwen zijn natuurlijk, we helpen die, we helpen de ander, we helpen zus, we helpen zo, we hebben een gezin, we hebben een drukke baan, we hebben van alles en nog wat. Maar het begint wel bij jezelf. Om net even die liefde en die aandacht aan jezelf te geven. En dat hoeft helemaal niet uren te zijn op een dag. Ja, en dan denk ik van, wat is nou echt liefde voor jezelf en jezelf goed verzorgen? Nou, begin inderdaad met 5 minuutjes even een goede huidverzorging te doen. Want dan heb je al zoiets van, lekker, je bent jezelf een beetje aan het pamperen. Nou, als je nou ook nog even een make-up hebt toepast wat bij jou past, wat dus je niet verandert, maar wat je eigen persoonlijkheid versterkt. En als je dan naar jezelf in die spiegel kijkt en denkt van, zo, ik mag er zijn. Dan gebeurt er iets met je energie. Je hebt een hele andere uitstraling. En als je dan die buitenwereld ingaat, dan kom je ook weer heel anders bij mensen binnen. En dan ben je dus, zoveel mogelijk jezelf. Zoveel mogelijk en het is natuurlijk niet alleen uiterlijke verzorging. Hè? Nee, want ik wil net vragen, stel je voor dat je helemaal geen make-up draagt. Want er zijn ook vrouwen die helemaal niks hebben met make-up. En die kunnen zich evengoed ook mooi voelen, bij zichzelf blijven. Wat zeg je dan tegen die vrouwen? Nou weet je, je bent je eigen visitekaartje. En ik vergelijk altijd mezelf, en dus ook de anderen, met een mooie bos bloemen. Wil ik hem mooi in bloei hebben? Of wil ik hem zo hebben dat ik denk van, eigenlijk kan hij wel de kiebelton in. Wat betekent het dan per definitie dat je make-up nodig hebt om mooi te zijn of om er goed uit te zien? Ik denk wel dat je daarmee een mooiere, betere versie van jezelf niet kan zitten. En zeker een verzorgde versie. Hmm. En daarmee laat je ook aan anderen zien dat als je jezelf verzorgt, dat je dus ook een ander kan verzorgen en een ander helpt. En als je sowieso je huid nog even neemt zonder dan nog het over make-up te hebben. Je huid is het grootste orgaan van je lichaam. Dus het gaat eigenlijk meer om de verzorging waardoor je er goed uitziet. En de make-up is dan eigenlijk extra. Dat je jezelf nog extra verwendt. Weet je, ook met make-up, het kunnen maar hele kleine dingen zijn. Wat ik heel belangrijk vind is je uitstraling, je ogen. Want we met onze mond vertellen we ons verhaal, maar uiteindelijk komt het uit je hart en uit je ziel. En dat spreekt uit je ogen. En als je bijvoorbeeld je huid die heeft wat vlekjes of roodheid of wat dan ook, dan is eigenlijk hetgeen wat mensen zien, dat het eerste. Ja. Dus uiteindelijk gaan die ogen wat meer naar de achtergrond. En als het nou met een hele eenvoudige stap, weet je, die dat egaler kan maken, waardoor die ogen meer naar voren komen.
En het hoeft helemaal niet giant veel te zijn. En je hebt een dagmake-up, een avondmake-up, een bruidsmake-up, een make-up voor als we on screen in een tv-show zitten. En dus je hebt natuurlijk een heleboel graduaties in en ook weer wat past bij je. Ja. Want het moet wel bij je passen. Je kan een make-up bij iemand doen. Nou, daar voel je je echt doodongelukkig in. Nou, dan heb je ook helemaal de plank misgeslagen. Dus daarmee ook gaat het weer om, wie ben jij? Wat wil je uitstralen? Hoe wil je jezelf in de wereld laten zien? Hoe wil je jezelf zien? Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik echt voor gek verklaard word. De mensen die mij kennen, die weten dat ik 's ochtends echt een uur tot anderhalf voor de spiegel zit. Ik ga niet eerder uit huis dan dat ik me helemaal heb opgemaakt en mijn haar helemaal heb gedaan. En soms komt mijn man wel kijken en dan zegt hij, je vindt het wel leuk hier achter die spiegel, hè? Dan zeg ik, ja, maar weet je, als andere mensen thuiskomen, dan zijn ze moe van het werk en dan gaan ze een borreltje drinken of dan gaan ze even voor de televisie zitten. Ik ga achter mijn kaptafel zitten. Of voor mijn kaptafel. En niet omdat ik dan naar mezelf kijk, maar ik vind het gewoon een prettige plek. Ik weet ook niet waarom, maar ja, ik voel me wel daar op mijn gemak. Dus, nou, wat mij betreft, dat is ook proost. Ja, dat is ook wie ik ben. Goed, maar even terug naar wat jij voor mensen wil en kunt betekenen als het gaat om authenticiteit. Hè? Ja. Los van de make-up, want dat is nog steeds een persoonlijke keus, denk ik. Ja, maar wat kun je voor de mensen betekenen als het gaat om authenticiteit? Kijk, we hebben het steeds over make-up. En make-up is een eerste stap om binnen een vrij korte tijd een verandering neer te zetten. Mm-hmm. Maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. Hoe voel je jezelf? Waar loop je tegenaan? Wat zijn je uitdagingen? Nou, ik kan zeggen dat ik heel veel in mijn leven heb meegemaakt. Een ervaringsdeskundige ben op heel veel vlakken. En daarmee dus ook een heel goed luisterend oor heb. En ook daarmee weer ga kijken, wat ik al eerder zei, van ja, wat is dan hetgene waar je tegenaan loopt? En wat heb jij nodig om daar weer voor jezelf in je persoonlijke groei een stap in te kunnen maken? En dat kan natuurlijk op heel veel vlakken zijn. Ja. Denk je dat authentiek zijn betekent dat je altijd dezelfde persoon bent? Dus altijd een standaard beeld neerzet? Nee, want je bent je hele leven, je verander je natuurlijk. Of kan het ook zijn dat je in verschillende situaties je niet per se aanpast, maar ook een ander kunt zijn afhankelijk van de situatie? Nou ja, daar kan ik voor mezelf nog een mooi voorbeeld voor geven. Ik heb vanaf mijn 21ste, 22ste te maken gekregen met fibromyalgie. Mm-hmm. En ik weet niet of je dat kent, maar dat is in principe, om het even heel makkelijk te zeggen, ontstekingen aan de aanhechtingen van je spieren en van je pezen. Wat inhoudt dat je altijd pijn hebt, dus ook altijd moe bent. Nou, als je dan op 23 één klein kind hebt, op je 27ste twee kleine kinderen. Ik ging niet naar de sportschool, want voor mij de dag doorkomen was al topsport. En dan komt weer het andere stuk, dat natuurlijk ook je gezondheid onwijs belangrijk is. En als je die niet hebt, het automatisch dus inhoudt dat bepaalde dingen die je zou willen doen en wat je dromen zijn, ja, dat even een ander verhaal wordt. Ja. Dus natuurlijk verander je jezelf dan ook weer. Je hebt weer met een nieuwe situatie te maken. Hoe ga je daar dan mee om? Dat is ook met vallen en opstaan. Mm-hmm. Gelukkig is daar inmiddels wel 7 jaar geleden verandering in gekomen. Daar ben ik heel blij om. En ik heb ook echt wel toen, met alle ideeën en creativiteit die ik had, ik ben nooit gestopt met werken, maar het was wel de reden dat ik het gevoel had dat het toch meer, ondanks dat ik heel serieus was, het meer hobbymatig was, door de frequentie dat ik het kon doen. Dat je daarin ook je denken en je kunnen en je dromen en dat je dat naar beneden bij gaat schalen. Omdat anders zit je helemaal in een splagaat, want dan ben je zo uit balans. Dus je moet je echt aanpassen aan de situatie, zeg je eigenlijk, om niet alleen om te kunnen overleven, maar ook dicht bij jezelf te blijven. Want dat is wat authenticiteit uiteindelijk betekent. En dat heeft wel een weerslag weer op je authenticiteit. Dus het is niet zo dat je, als je hem eenmaal gevonden hebt, krampachtig vasthouden, want zo zal het de rest van je leven zijn, want zo werkt het natuurlijk ook niet. Ja.
Ik denk inderdaad dat het te maken heeft met de situatie waarin je bent. Want zoals ik nu hier zit, zo ben ik thuis misschien niet. Of bij de kapper niet. Of als ik ga winkelen niet. Maar dat betekent niet dat ik niet meer authentiek ben. Nee. Maar dat ik gewoon in een bepaalde situatie me gedraag zoals op dat moment van toepassing is. En dan kun je nog steeds authentiek zijn. Ja. Ja. Mickey, als jij de kijker thuis, de mensen in de zaal nog iets mag meegeven, een tip. Als je zelf die liefde en die aandacht geeft en vooral ook heel erg kijkt van, goh, wat is nou mijn passie, wat vind ik het allerleukste om te doen. En als je dat dan achterna jaagt, ongeacht wat er op je pad komt, maar dat altijd in je, ja, in je hoofd houdt en in je gevoel, in je hart, dan weet ik ook zeker dat je daaruit gaat komen. En je hoeft niet altijd, heel krachtig en sterk, dat hoeft niet altijd, want die zachte kant is natuurlijk ook heel mooi. En misschien begint het daar nog wel, ook een beetje lief, aardig voor jezelf zijn en niet zo streng. Ja, niet zo streng, ja. Dat is zeker mooi. We zijn weer aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik hoop dat u zich heeft laten inspireren door Mickey Brown. Authenticiteit, altijd dicht bij jezelf blijven, dat is het belangrijkste. En ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het ook een heleboel vrijheid geeft om lekker te zijn wie je bent. Want dat mag. Nou, en omdat ik dan nog even mezelf mag zijn, authentiek wat ik ben, heb ik dit nog voor jou meegenomen. Oh, wat lief! Een klein cadeautje, oh, omdat jij je droom aan het verwezenlijken bent door deze talkshow te beginnen. Dank je wel. De Monique Dekker van de Lage Landen. En dat je maar wereldwijd heel veel mensen en vrouwen het podium kan geven. Dank je wel. En ik ga ervan uit dat je veel gaat reizen ook. Dus ja, dan is het misschien dat ik veel ga reizen. Ja, reizen. Oh, kijk. Een reispakket. Gezichtsverzorging. Ja. Dank je wel. Ik ga je zo meteen knuffelen. Dank je wel. Superleuk, superleuk. U thuis, bedankt voor het kijken. Vergeet niet onze Facebookpagina te liken, te delen. En vooral u te abonneren op onze YouTube-kanaal. Want daar worden alle opnames uitgezonden. Denkt u, ik wil een keer graag aanwezig zijn bij zo'n opname? Klik dan op de link en meld u aan. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om als gast bij mij in deze talkshow aanwezig te zijn. Dus heeft u een bijzonder verhaal en u denkt, ja, die wil ik delen met de wereld? Meld u dan aan en dan krijgt u alle informatie van mij. Graag tot ziens en tot de volgende keer.